Oké. In een van de vorige tutorials hebben we laten zien van hoe we eventueel een mawashi maken of een uramawashi door het achtersmeen bij te sluiten. Juist, dus sluit bij, mawashi. Maar omdat we nu al in beweging zijn met het bewegen, maken we hem eigenlijk gelijk vanaf na de eerste hup de mawashi of het zou eventueel met een uramawashi kunnen. Je ziet hetzelfde weer dat Joff aan het bewegen is. Eén naar voren of twee naar voren. En afhankelijk van hoeveel afstand je moet overbruggen, kan je de schop op het hoofd plaatsen. Of het nou een mawashi is of een uramawashi.